Mijne heren, we zijn het er dus over eens dat we met alle ons ten dienste staande middelen aan de streekactie tegen de bruine rat moeten deelnemen. Met het uitspreken van de wens dat deze actie de resultaten zal opleveren die wij ervan verwachten, verklaar ik deze vergadering voor gesloten. Zo ongeveer sprak de burgemeester van Midwoud als voorzitter van de commissie in zaken rattenbestrijding. En nog diezelfde dag verschenen in het dorp de aanplakbiljetten. Voor het slagen van de streekactie is de medewerking van alle gemeenten in de streek van zeer groot belang. De volgende morgen begaven vrijwilligers zich op weg. De bruine rat leeft zomers veelal in het vrije veld, maar zoekt in het najaar en de winter de door mensen bewoonde centra op. Daarom vindt de bestrijdingsactie dan ook in de winter plaats. Het lokaas dat bestaat uit koekjes of tabletten of stukjes brood is gedrenkt in vergif en wordt neergelegd op al die plaatsen waar men de ratten mag verwachten. Men schat dat er in Nederland zo'n 10 miljoen bruine ratten zijn die elk per dag voor 1 cent aan schade veroorzaken. Dat komt de Nederlandse gemeenschap dus op een dagelijks verlies van 100.000 gulden te staan, ofwel 36 miljoen gulden per jaar. Dat het geweldige knagers zijn wordt hier aangetoond. De rattenbestrijding gaat uit van de plantenziektekundige dienst in Wageningen, die in zijn laboratoria alle verdelgingsmiddelen die aan de markt komen scheikundig onderzoekt en op hun verdelgingskracht beproeft. Ook het middel waarmee thans de actie tegen de bruine rat wordt gevoerd, is hier gekeurd. Dat het deugdelijk is, bewijzen de resultaten. De streekactie heeft ten doel de rattenstand goed onder de duim te houden. Men moet er elk jaar aan deelnemen, omdat het zaak is dat we dit gebroed op de duur kwijtraken. Het motto waaronder de actie gevoerd wordt, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.